Belangrijke vraag tussendoor, René. Gaat Bo het redden met een bureau? Of met een tafel in plaats van een bureau en een bank, denk jij? Nou, het zou wel beter zijn. Ja, en dat rare stand-up gebeuren aan, de, aan het begin... Doen? Nee, moet hij ook niet meer doen. Gewoon zitten, gewoon beginnen. Zitten, leuke mensen uitnodigen en leuke interviewtjes. Ja. Okay. Nee, het is wel het was er. Het was gewoon een gedoe om naar te kijken, man. Het was, ja, maar je zat er ook ongemakkelijk. Ongemakkelijk. Je zat niet lekker op die bank. Nee, op dat rare bankje en dan zit hij zo scheef. En dit is een beetje dat Amerikaanse gedoe. Ja, maar die Eva had je ook, weet je wel. Dan denk ik, ja, weet je, daar hebben we ook veel te lang naar zitten kijken. Zo'n meisje die gewoon een uur lang aan dat rokje zit te trekken, zo. Ja, de tijd. Nee, dat is niet goed. Daar werd ik helemaal gek van. Moet je niet doen. Nee. Dus nu gaat ze gewoon aan de tafel zitten. En vanavond Jeroen Pauw weer terug. Daar ben je altijd groot fan van. Ja, ja, Jeroen Pauw die steekt mijn kop en schouders boven alles uit. Ja, dus omdat hij heel groot is ook natuurlijk. Nou, ook dat. Ja. Maar... Ja, nee, ik negeer dat. Maar anders blijft hij aan de gang. Maar ik vind hem gewoon de allerbeste. Ja. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.